Dit enorme ding is de allereerste mobiele telefoon ooit. In 1973 werd hij vol trots gepresenteerd. Hij woog bijna een kilo en kostte omgerekend zo'n 6500 euro. Superduur dus. Niet zo gek dat niet heel veel mensen er één hadden. Je houdt ze zo in je hand. Lijken een beetje op de draadloze telefoons die veel mensen al thuis hebben. Maar deze kun je straks overal, waar je maar wilt, in Nederland gaan gebruiken. Veel mensen wilden er jarenlang niet eens één. Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Dan ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld. Zo'n 20 jaar geleden werden mobiele telefoons pas echt populair. Grote kans dat je ouders deze wel herkennen. Je kon er toen vooral mee bellen en sms'en, maar je kon er ook grappige ringtones op zetten. De hoesjes verwisselen en dit spelletje opspelen, Snake. Later, in het jaar 2000, kwam de eerste telefoon met camera. En dit was de eerste met internet. Telefoons die een beetje lijken op de jouwe kwamen er pas zo'n 10 jaar geleden. Sindsdien is er voor alles wel een app. En wordt de mobiele telefoon vooral voor andere dingen gebruikt dan bellen. Hoe ze er in de toekomst uit gaan zien? Bedrijven werken nu al aan uitklapbare versies. En wie weet heb jij deze doorzichtige ooit wel in je handen.